Het Rode Kruis is dé expert op het gebied van EHBO, ook in de anderhalve meter samenleving. We hebben onze EHBO-cursussen aangepast, zodat je op een veilige manier leert hoe je EHBO verleent. Je kan een cursus deels online volgen. Het praktijkdeel van onze cursussen is aangepast om besmettingsgevaar te beperken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. In en rond de cursuslocatie zijn looproutes aangegeven. En voor instructeur en cursisten gelden duidelijke hygiënevoorschriften. De EHBO-instructeur vangt je op en wijst je een vaste plek in de lesruimte toe. De cursussen worden in kleine groepen gegeven. De ruimte is zo ingericht dat de instructeur en cursisten altijd goed 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Tijdens het oefenen van vaardigheden en het gebruik van oefenmaterialen draag je wegwerphandschoenen. Je krijgt een eigen setje verbandmiddelen en handschoenen. Het oefenen van het aanleggen van verbanden doe je op een oefenarm of op je eigen arm. Terwijl je oefent, staat de medecursist op 1,5 meter afstand en geeft je feedback. Na afloop van elke oefening maak je het oefenstation grondig schoon voor de volgende cursist. Reanimeren oefen je op een reanimatiepop. Een medecursist en de instructeur beoordelen op 1,5 meter afstand of je de handeling goed uitvoert. Na gebruik maak je de oefenpop en eventueel AED grondig schoon. Bij poppen met een longzakje wordt het longzakje na elk gebruik vervangen. Ook het oefenen van de stabiele zijligging doe je op een oefenpop. Als er geen oefenpop is, dan oefen je deze handeling van tevoren thuis en film je dit. Het filmpje dat je thuis met een huisgenoot hebt gemaakt, laat je aan de instructeur zien. Tijdens de les geven de instructeur en een medecursist feedback op hoe jij de handeling in het filmpje uitvoert. Heb je vragen over onze EHBO-cursussen of wil je een cursus volgen? Ga naar rodekruis.nl/EHBO.